Stand Vast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stand Vast Radio. Sabi, Sabi. Hij gaat terug naar Edward Belfort. Hij zit in Paramaribo. En ik ga hem nog een keer de vraag stellen. Er is een wet aangenomen over regulering, valutamarkt en cambio's en SRD. Wat is de wet die zaterdagochtend is aangenomen, meneer Belfort? Dat de wet verbiedt dat men goederen en valuta prijst. Valuta koop bij de handelsbanken of valuta koop bij de cambio's. Met andere woorden, het gartaal en geld, valuta, is verboden. Alleen giraal, dat betekent dus digitaal verkeer, zou alleen mogelijk zijn. En dat is een heel, heel, heel ingrijpende maatregel. Nu al deze kapstaarnieuws, dat de banken overwegen te sluiten zijn tegen die wet. Ik heb vrijdag daarvan gewacht gemaakt om te zeggen, deze wet gaat niet werken. Het zal voor alleen maar chaos zorgen. Kijk, nauwelijks een dag later en de banken zelf zeggen dat niet door de beugel kan ze overwegen om te staken maandag. Belly, ik noem je Belly hoor, ik vind het erg. Ja, volk noem je ook Belly, dus nu mag je Kari Belly ook doen. No problem, iedereen noem je Belly. Belly, ja. Maar wat maakt deze wet zo slecht? Dat Bouterse heeft de economie vernietigd, toch? En nu, de mensen die hun geld hebben op de banken, de koersen zijn gaan stijgen, valuta. De koers is gaan stijgen. De koers was 4,10 voor de euro. Toen bouwden ze overnam in 2010. 2,78 voor de US dollar. Bouwden ze door zijn beleid heeft gezorgd dat alles boven 10 SRD de koers alleen nu. Laatst was een euro 16,50 SRD voor euro. En alleen de centrale bank zal nu een koers bepalen. Terwijl Bouders heeft gezorgd voor centrale bankkoers, cambio-koers, straatkoers, allerlei dingen heeft hij daarvoor gezorgd. Ik heb hem gewaarschuwd toen hij die stappen nam van dit gaat het valutaverkeer ontregelen, het gaat het economisch verkeer aanleggen. Hij wou dit horen. Ik heb hem in de assemblee gevraagd tot 3 maal toe, wat gaat hij doen om die koers omlaag te brengen? En daar 3 keer gezegd. Beleef mee en ga die koers omlaag brengen. Nu zit hij door de bomen het bos niet meer. Komt hij met rigoureuze maatregelen. Als dat hij poogt om de mensen schrik aan te jagen. Dan komt er een unit. Gevraagd dat er aangevraagd kan met je pand, je woning. Je een zaak binnendringen om op zoek te gaan naar valuta. Dat is een heel sterk aan de maatregelen. Is boven genomen afgelopen dag. En dat maakt dat de mensen niet heel boos zijn geworden op Bouterse. Zelfs de banken zijn heel snel bij elkaar gekomen en ze overwegen te sluiten, want dit is iets wat niet zo mogen. Mensen hebben leningen lopen bij de banken en valuta. Mensen hebben huizen gehuurd in valuta. Mensen hebben diverse zaken in valuta gedaan. En nu is het onmogelijk, dus dat maakt het onmogelijk om valuta in valuta te verhandelen. En dat is een heel slechte zaak voor de economie. Belly, maar wie zijn die mensen die met zo'n een wet komen? Praten ze niet met economen, met normale mensen, met de banken? Want ik weet bijvoorbeeld dat vrienden van mij hier appartementen in Suriname hebben die via de bank verhuurd wordt. En met de bank hebben ze afgesproken dat ze euro's verdienen. Precies. En al die mensen, al die vrienden van mij zitten in problemen, want ze hebben daar geïnvesteerd in valuta. Ze verhuren in panden in valuta. En plotseling van de een of andere dag komt Bouterse met iets om te zeggen, niet meer mogelijk en alleen in SRD. En nu komt het, dat is nog niet alles, nu komt het, de centrale bank geeft je een koers. Dus tegen de centrale bankkoers ga je niet je geld moeten krijgen. Dus dat is veel lager, dat zou veel lager zijn dan de werkelijke koers. Misschien komt de centrale bank met een koers van 57.
Ja. Terwijl je hebt geïnvesteerd, toen die koers was, misschien 13, 14, 15 SRD. Ja. Dat is geïnvesteerd. En je hebt schulden bij de bank lopen en moet aflossen. Is om dood neer te vallen, toch? Maar wordt er niet nagedacht is voordat je een wet neemt? Ik bedoel, zo, dus ja, wordt er niet nagedacht? Laat me dat gewoon zo vragen, simpel. Onder normale omstandigheden zou je deskundigen moeten adiëren. Maar Boutersen is een dictator. Wat hij denkt dat goed is, dat zal werken om die koers omlaag te brengen, wordt hij ingefluisterd door andere Boutisten. En dan komen ze met zoiets. Maar ze gewaarschuwd. Ik heb toch een aantal keren gewaarschuwd, aan de bel getrokken. Maar ze willen niet horen. En Boutersen ontwikkelt het parlement niet. Om mij komt Boutersen niet meer in het parlement. Dus hij doet dingen buiten het parlement. En dan stuurt hij direct naar het parlement. En dan zit hij op afstandige vergaderingen te volgen. En de ja-knikkers van hem daar moeten maar ja-knikken. Dat is Boutersen. Dus het parlement, de coalitie, is een verlengstuk geworden van de regering. Zo erg is het in dit land. Ja, ja. Om jou kom je niet meer naar het parlement. Ja, ja. Vanaf 2017. Vanaf die aanvaring is hij niet meer geweest? Is hij voor mij nog twee keer gekomen. Uh-huh. En als je het parlement is dan komt, dan mag Belfort niet praten namens me. De voorzitter mag niet praten, al die dingen. Zoveel regels stelden voor Belfort. Ja? En je hoort al die regels deelgesteld. Dus, maar hij bespreekt je wel op podium. Op podium. Ja, dus zo lacht is hij toch. Waar ik geen weerwoord kan voeren, daar gaat hij zijn monoloog houden, toch? Laat hij in het vallen. Ik heb hem uitgedacht. Ik daag hem weer uit. Ik weet dat ze luisteren naar dit interview. Mm-hmm. Ik daag Boutersen uit. Laat hij mas genoeg zijn. Laat hij openbaar debat aangaan met mij. Ik kan openbaar debat aangaan in een congres of een NIS met publiek, zonder deskundigen. Ik kom zonder deskundigen en ik vloer Boutersen. Boutersen nog nooit. Openbaar debat hoe dit land geleid kan worden, hoe die koers omlaag gebracht kan worden, hoe het beleid op spoor kan komen. Ik vloer Boutersen binnen een half uur. Hey, maar Belly, deze wet is aangenomen om de koers stabiel te houden, toch op 57? Dat gaat toch lukken? Nee, het was bedoeld om de mensen hun valuta af te pakken. Ik heb dus toen tijdig aan de bel getrokken, want ik wist wat zou komen. Ja, ik heb je nog gehoord die avond, ja? Ja, tijdens die behandeling zou men met wetswijzigingen komen om dus jouw valuta op de bank in SRD te doen uitkeren. En dat is al gaande, hoor. Ik heb iemand hier me gebeld. Hij is een gepensioneerde vanuit Nederland. Hij is hier komen wonen. Die meneer woont in een huurhuis. Zijn pensioen wordt op een bank gestort aan de Keizerstraat. Een bank aan de Keizerstraat. Meneer in zijn valuta. En betaalt ze hier in valuta. 200 zoveel euro krijgt hij. Die meneer is gegaan om te innen zijn euro. En wat zegt die bank hem? Nee, we kunnen je geen euro geven. We gaan je een koers van 9 SRD voor een euro geven. Die meneer heeft mijn telefoonnummer opgezocht. En hij heeft gebeld. En hij is heel boos geworden. Hij zegt, meneer Belfort, ik heb dat maar doen. Maar ik ga naar Osso. Maar naak alles aan je naar Osso brengen. Dan moet ik Osso niet van jou. Niet dat meneer dat moet je niet doen. Het komt ons uit. Maar dat niet wat niet. En mina, zin. Voel je die morgen, meneer Belfort. Mijn money zegt dat mij voeren naar Bani. Niet dat nee, bel Apentico in de branding en zo. Ja, maar aan en Apentico heeft gebeld en het is toen voor die persoon opgelost. Volgende dag belt de andere persoon mee met hetzelfde probleem met dezelfde bank. Ziet u? Dus men is bezig. En toen ik het aan de grote klok heb gehangen, een misdadig voornemen, heeft men van koers veranderd. Ja, ja. Dus, oké. Ze waren eerst van plan om alleen maar SRD uit te keren, toch? Dat is er nog. Dat is in die wet gebleven. Al die valuta van de mensen op de banken, zou men met wijzigingen komen tijdens de behandeling van die wet, dat niet meer mogelijk zou zijn, dus zal SRD krijgen. Dus dat zou een legale roof, dus met een wetgeving, een legale roof op jouw valuta. Uh-huh. En toen ik dat heb gehoord, heb ik het aan de grote klok gehangen. En toen heeft men van koers veranderd.
Ja. En wat is die verandering nu? Want ik zie geen verandering. Eerst zo men, alles dat, nu. Wat is dat, nu de verandering? Ze hebben naar u geluisterd. Zo. Wat hebben ze gedaan dan? Wat is de verandering in de wet van nu? Alle andere dingen zijn doorgegaan. Maar die valuta van de mensen, zeggen ze, dat kunnen ze nog innen. Maar als je naar de bank gaat, de bank zegt, nee, we kunnen je geen geld geven, we hebben het niet. Is toch even ver, maar het is niet in de wet opgenomen dat ze je SRD gaan uitkeren. Dat is niet doorgegaan. Ik heb het toen verboden. Ja, ik heb jou nog die avond in een... aan de zender gehoord toen jij als eerste naar buiten kwam om dat bekend te maken. Ja. Hey, maar het is de bedoeling, het is een wens van u toch die in vervulling gaat, want je bent altijd tegen boters en steeds maar oproepen, Saka koers. En nu gaat die koers naar 57, dan moet je blij zijn toch? Nee, zo gaat die koers naar 57. Maar dat zo zegt gaat die koers. Nee, dat is bekrompen denken, noemt men dat. Ja? Die koers zal alleen naar beneden gaan met goed beleid, met goed monetair economisch beleid. Als je produceert, als je exporteert, als je meer verdient dan je uitgeeft, dan gaat die koers omlaag gaan. Maar je kan met een rigoureuze maatregel, eigenlijk slaat de handel kapot, de economie slaat kapot, en de zwarte markt zal floreren. Want gelooft u mij? Mensen zullen in alle hoeken van het land valuta verhandelen. Onder de tafel. En die koers zal snel boven de 20 komen. Dat gaat gebeuren. Maar ik hoor dat het ook strafbaar is om binnenkort valuta te hebben in Suriname. Ja, dus al dat soort van dingen hebben ze die wat, in gebed met een zogenaamde interventieteam. En daarmee ga je criminaliteit bevorderen. Want plotseling... Heb je zoveel teams in het land die zogenaamd van een overheidsweken invallen komen doen aan valuta en achteraf blijkt het rovers te zijn. Dus allerlei gekke, domme dingen die bouten ze niet. Hij is de wanhoop nabij en hij kan door de boom het bos niet meer zien. Hij komt net van het bos, hij wordt nu bospresident genoemd in plaats van volkspresident. Hij gaat ook rommel gaan creëren in het achterland. Vertel me. Goed geworden voor hem. Hij was bij de mensen van jou daar in het achterland. Die werd groots ontvangen en succesvolle tour heb ik gehoord. Hoe ging het? Helemaal niet. Mordes heeft ongeveer 60 bootlieden betaald om zijn aanhang te vervoeren voor hem naar diverse locaties waar hij zal komen aanmeren. Dus voordat hij bijvoorbeeld in het dorp Guyaba aankomt, dan is de aanhang al daar verplaatst met boten, voornamelijk jonge kinderen en vrouwen. En dan moeten ze schreeuwen, jee, boten. Maar die plaatselijke bewoners van zo'n dorp, die komen opdagen. En toen hij van Guyaba ging naar Pikislee, hij zou in Pikislee overnachten. Pikislee is stroomopwaarts richting Assiniboine. Toen zijn boot aanmeerde daar, is een kapitein van Pikislee dood neergevallen. Nou, ik de mensen heb gewaarschuwd. Luister nou. Dus die man komt aan en een kapitein valt dood neer. Ja. Hoe kom jij aan die nieuwsjes, Belly? Ik kreeg alle informatie, ik heb informatie overal. Dus nu, dus er was al een basha overleden van Pikislee. Ze waren voorbereidingen aan het treffen om die basha te begraven. En boten ze komen aan daar. Ze boot meert aan. Tegelijkertijd valt een kapitein van Pikislee dood neer. Teken dat boten ze inderdaad een slecht persoon is. En hij is verder gegaan naar Motopaki. Hij zou daar overnachten op Pikislee. Dat is niet doorgegaan. Zelfs in het dorp van die Gramang. Als je de hoppo, die gramma die hij heeft gezet, die fotogramma, is hij aangekomen. Ongeveer 30, en niet eens 30 mensen waren daar. Wat zegt dat dan over zijn populariteit in het... Dat ze hem afkeuren, ze zijn moe van boten. Ik heb ervan van zijn aankomst in als je de hoppo. Uh-huh. Als je wil, kan ik het voor je sturen, gaat hij zelf zien. Je kunt de mensen tellen, nauwelijks, niet eens. Ik dacht, nauwelijks, niet eens 35 mensen. Ja,
Rebellie, je weet, we nemen de hele politieke week met je door als we jou maar bellen. En dan zit u ook weer met twee, hoe zal ik ze noemen, illegale leden in het parlement, Titan en Sapoen. Wat is hun status? Hun status is dus nu door het Hof bevestigd dat ze, dat ze zich niet mogen uitgeven als twee parlementariërs. Dus dat is een goed ding. Maar nu komt het. Al de gelden vanaf ze zijn overgelopen, ontvangen, de een financiële tegemoetkomen van het parlement. Als ze echte mensen zijn, dan moeten ze die gelden terugstellen. Dat zijn gelden van het volk. Dus jij eist dat ze hun salaris, wat ze van de Nationale Assemblée onterecht gestreken hebben, dat ze die terugbetalen? Ja, dus natuurlijk hebben ze wat gehad van de NDP, dus salaris plus, want daarom zijn ze overgelopen. Ja. Het plusgedeelte, wat ze hebben gehad van de NDP, dat mogen ze behouden. Maar dat geld van het volk, als ze zijn assembleelid, Sapoen en Chiten, moeten die gelden voor x aantal jaren terugstorten. Mm-hmm. En dat gaat gewoon terug naar de kas van het volk, wat is onterecht? Ja, onterecht. Ja. Maar ze hebben ook meegewerkt aan een paar wetten. Hoe kijken we daarnaar? Wat moet er allemaal gebeuren? Dus ik weet niet of het van is met terugwerkende kracht. Dus ik heb het volk niet in handen. Maar we hadden mevrouw Simons hierop gewaarschuwd. Ik heb het toen uitgelegd. Kijk, ik ben arts, maar ik ben jurist. Deze mensen zijn door de kantonrechter teruggeroepen, voorzitter. Ik vraag u om ze niet te confesseren. Want dit zal gebeuren als het Hof besluit dat ze inderdaad zijn teruggeroepen. En ze is dat meer naar zich neergelegd. Ze is doorgegaan met het confesseren van de leden, die twee dissidenten, en kijk wat hier is gebeurd. Dus alle wetten, misschien als het volgens met terugwerkende kracht is, dan is er een groot probleem voor mevrouw Simons. We hebben er echt duidelijk gewaarschuwd. Ik heb haar uitgelegd wat gaat komen, want ik ben jurist, ik weet wat er gaat komen. Confesseert ze niet. Mijn adviezen naast zich neergelegd. Dus dat heb je wel in de assemblée ooit gezegd van deze twee heren moet u niet uitnodigen. Heb je dat aan mevrouw Simons gezegd in de assemblée? Uitgelegd wat het gevolg kan zijn als je ze uitnodigt en later blijkt dat door het Hof ze inderdaad zijn teruggeroepen en de mensen zijn hier hebben meegewerkt, hebben meegestemd aan wetten. Dat zal alles niet er zijn. Daar hebben we een groot probleem voor. Dus ik vraag je om de heren niet te confesseren. Maar als je ziet, dan is het naast zich neergelegd. Oké, dat is duidelijk. En dan wil ik even teruggaan naar die wet van vrijdagavond. Gaat dit, het is de bedoeling hè, dat de rust komt in de valuta, op de valutamarkt met deze wet. Gaat dat gebeuren? En dat wij vertrouwen hebben met de centrale bank? Nee, die wet is nog steeds bekrachtigd en is er onrust. Want de bankdirecteuren en zoveel mensen zijn al in beweging gekomen. Die bankdirecteuren even terugdraaien van die wet. En dan staan ze in staat. Het gaat heel mooi uitpakken voor Boutersen straks. Wanneer de banken de deuren hebben gesloten en de mensen kunnen niet aan hun velden komen. Dus nu... Daar heeft Boutersen de grootste problemen op financieel gebied. Ik probeer het te vertalen. Dus nog geen 24 uur is er een wet aangenomen door 26 mensen daar bij u. En nu zijn er stemmen om die wet terug te draaien. Ja, in het monetair verkeer is de bankdirecteuren. En de cambiohouders zijn ook niet gekend. Dus iedereen is zelf het kantje tegen. En ze eisen terug. Ja, ze overwegen zelf om morgen maandag de deuren van de banken gesloten te houden voor het publiek. Met andere woorden, het publiek zal op straat komen tegen deze soort maatregelen van Boutersen. Is het niet safe bij de corona? Dus we hopen niet dat het zo ver komt, want dan gaan mensen op straat komen of op een andere manier protesteren, misschien rondrijden, toeteren. Maar we hopen niet, want corona is er inderdaad en dat is een heel gevaarlijke situatie. We hopen niet dat het zich snel verspreidt in Suriname.
en dat de mensen een half een zorgmaatregel in acht nemen om te voorkomen dat men besmet raakt of dat men dat het virus de mensen gebruikt om zich snel te verspreiden onder de bevolking. Nee, ik zeg deze wet nou, dat die aangenomen is en dat mensen zo rustig blijven. Dan is het niet safe bij de corona in plaats van safe bij de bel als er geen corona zou zijn? Wat zou nu gebeuren dan? Oh, dan morgen zou er al een probleem zijn. Dan zouden we aan mensen misschien wel op straat komen. Ja, men zou op straat komen. So, dus misschien safe bij corona. Uh-huh. Maar toch gaat men op social media... beklaagt men boters al. Ja, ik bedoel, als de bank niet eens zijn, je neemt al wet. Maar eigenlijk wil die banken ook helpen, toch, met deze wet? Nee, maar de banken zien het probleem komen. Toch? Die banken verdienen toch ook aan het valutaverkeer. Ja, maar Belly, als die man zegt van Frans of Mon, als je naar Suriname gaat, breng je geld naar de bank. Wissel je geld naar bij de bank. Is toch, banken moeten blij zijn, toch? Onder normale omstandigheden zou dat zo moeten zijn. Maar als de centrale bank geen geld heeft om te interveneren op het financiële verkeer, wat gaat dan gebeuren? Je brengt je geld bij de bank neemt het, en volgend moment gaat hij niet meer brengen, toch? Want de straatkoers is hoger, toch? De bank heeft hij misschien 7 gulden voor 1 euro. Maar op straat kunt u black market misschien 20 krijgen voor 1 euro. Welke koers gaat u dan nemen? Ja. Die van de straat, dan heb je meer. Dat heb je toch? Ja, ja. Oké. Okay. Ik ken u. U bent nu ook niet op dit moment strafbaar. Want u hebt toch alles een beetje. Je hebt wel US dollar op zak. En dat mag niet. Nee, ik heb geen geld. Ik heb geen US dollar. Ik heb ook niet op de bank, ik verdien het in US dollar. Ik ben maar een eenvoudige parlementariër, maar mijn verstand en mijn mond gebruik ik heel goed om het volk in te lichten, voor te lichten. Dat doe ik. Ja, ja. En wat about, weet je, ik hoor nu verschillende dingen, dan denk ik aan mensen, zeg bij grens Albina, Sint-Laurent. Daar is het toch euro in, heel normaal. Euro SRD, maakt niet uit. Je gaat naar de Franse kant, je betaalt met euro. En dus dan hebben die mensen daar euro toch op zak? Zijn ze dan strafbaar? Dat heb ik ook in het interview. In het interview bij Update die gezegd was. We grenzen in het oosten aan Europa. Die boothouder, die vertrekt van Albina over 10 minuten met die aard in Sint-Laurent. Ja. Chabonje. Die mensen die komen, betalen toch in euro. Ja. Als je toch euro opstaat, die taxichauffeur, wordt ook in euro betaald. Ja. Dan wat gaat hij doen? Gaat hij al die euro van die mannen afpakken? Dan gaat hij de stem van die Albinese horen. Huh. Dus ze zitten hier vast, ze kunnen niets doen dan die wet. Gaat een papieren tijger blijken te zijn. Is het mogelijk, is het daarvoor gekomen dat er een wet aangenomen wordt? En dat het, voordat het bekrachtigd wordt door de president, dat het dan vernietigd wordt, ingetrokken wordt. Is dat mogelijk? Is mogelijk, maar wat hij nu gaat doen, hij gaat die wet waarschijnlijk niet bekrachtigen. Hij heeft geen rechtskracht. Maar Benny, wie zijn die mensen die met dit soort bizarre voorstellen komen? Zijn die bautisten toch? Ja, dat zal wel. Maar kan je wat namen voor mij noemen die zoiets bedenken? Hoe gaat zoiets te werk? Zit je in een bar ergens koffie te drinken of een bier en zeg van joh, hoe doet dat die met die valuta mensen die valuta hebben op de bank en valuta thuis hebben? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, een boutef moet je zien als iemand die wel verstand heeft, maar die het niet gebruikt. Dus, okay. En dan denken ze... Niet verder nadat hun neus lang is. Oké, kom ik wel met dat soort batten. Maar de gevolgen overzien ze niet. En nu kijk wat er nu gebeurt. Oké, dus... Als het was dat wetgeving alleen alles zou oplossen, dan zou er geen handel in druk zijn, toch? Nee. Ja. Dus Valita wordt nu een soort drugs, ondergrom. Dat gaat gebeuren nu. Ik geef u echt mee, weet ik, het ligt nooit. Ja. Die koers zal hoger worden dan 20 binnen een week. Iemand van de VES zei 40. Ziet u?
dan ben ik nog aan de lage kant. Minister Moutar zegt, als ze dit een maand volhouden en Huiszoek en Rasje gaan doen, dan is het 40-50. Ja, dan gaan die mensen dood. Ziet dat straks die mensen die Huiszoek gaan houden. Wanneer ze weggaan, dan gaat hij zien, iemand is doorgedraaid, is de valuta daarin heet, die komt, die pakt het, en die man pakt het geweer en schiet die kapot. Dan zegt hij, nou, probeer niet die kiri, maar met kiri. Nou, zo gaat men denken, dat als die man die zegt, men maakt alles aan brokken, als je dan met z'n ogen iets van, want die nummer paar jaren. Dat is goed, als je zegt, maar dan dat niet, want niemand er bij wordt. Men gaat doordraaien niet, toch? Ja, oké. Dan, is er nog iets, wanneer gaan jullie weer samen zitten daar bij in de assemblee? Hebben jullie agenda? Wel, ik ben heel voorzichtig om daar te komen, want ik hoor een collega, mm-hmm. haar dochter, is in contact gekomen met iemand die het virus had. En vandaar dat ik die vrijdag, toen ik dat hoorde, ben weggegaan. Mm-hmm. Okay. Ja, ik weet niet of het virus niet in het parlement is. Ik denk dat er wel ergere virus daar hangt. Maar dat, ja, het motavirus is niet alleen in het parlement, het is in heel Suriname. Ja, ja, oké, okay. Die is erger. Ja. Zie je die verkiezing nog op 25 gaande? Tot nu toe hebben we goede hoop, want we hebben al aan drie van de formaliteiten althans, ja, voldaan. En, de verkiezingskalender is ingeleid. Ik ben mijn stukken gaan inchecken, mijn gegevens. Registratie van politieke partij ABOB bij CAS is gekomen. Nu volgt dan de kandidaatstelling 9 april. En dan gaat men die oproepskaarten moeten distribueren om 25 nog twee stappen. En dan zijn we er doorheen. Maar de NDP haalt nog geen 10 zetels. 10? Met al deze maatregelen. Ze halen nog geen 10 zetels. Wauw. Dat is heel weinig voor een partij die op dit moment 26 heeft. Ja, ik leef in Suriname, ik woon hier, ik wandel. Met deze maatregelen die ze niet treffen, gelooft u mij. Ja. Als de verkiezingen doorgaan, haalt NDP nog 15 zetels. Verkiezingen gaan sowieso door, waarschijnlijk op een later tijdstip, maar die zullen doorgaan, toch? Maar op 25 mei, ja. Dan is Boutense van het politiek veld weggeveegd. Van mij ben je de enige die dat denkt en zegt. Ik zie die man in het binnenland, hij zit niet daar op vakantie, hij is keihard de campagne aan het voeren. Kijk, ik heb overal in Suriname, vooral in het binnenland, uh-huh. met mensen die mij informatie geven. Filmpjes hebben ze versteerd, hoe Boutense ze daar met weinig mensen is komen opdagen. Al die dingen hebben wij. Ja, al die dingen hebben wij. Okay. Ik weet dat precies wat het speelt. Kijk, de inheemse hebben ze gekeerd. Dus dat moet het, hè. Voorzitter Bravo Brunswijk, ja? Heeft de gramma van alle inheemse een waardige plaats gegeven. Ja, maar... En dat heeft geleid dat vele inheemse zich hebben aangesloten bij de ABOP. Veel hebben mij gebeld. Als dat dan Bravo die dat bij voor, dat sluit niet aan de ABOP. Nee, maar ik heb mensen gehoord in Suriname die zeggen van die Gramang had al een huis van Boutense daar plus een huis van buiten Boutense aan de vijfde rijweg en hij verhuurt zijn huis aan toeristen en hij heeft Brunswijk om de tuin geleid. Het is niet waar. Brunswijk is daar gegaan, ja. Met onafhankelijke mensen, dat zijn journalisten. Ja. Ze hebben daar overnacht. Als dat zo was, zou meneer Pina zeker die geleden hebben gehoord en dat ze hebben gefilmd, toch? Nee, Pinas heeft mij gezegd, Lucian heeft mij gezegd van hij heeft die geluid alleen gehoord van Limbo en Sloten, dus ik moet niet te veel. Maar dat is er geen huis daar, toch? Pinas is daar overnacht. Ja, nee, dat is waar, ik geloof hem. En Pommelassa moet is niet zo'n grote plaats als Amsterdam. Dus wat zeg jij, wij moeten Limbo en Sloten niet geloven? Eerst was het dat Brunswijk heeft gelogen, toch? Ja. Eigenlijk wil ik die twee figuren niet bespreken. Het zijn geen mensen die op mijn niveau zijn. Okay. Ik wil hun namen zelf niet bespreken, maar belangrijk is dat Brunswijk een auto heeft gebracht voor de Gramang. Ja. Ja. En die Gramang heeft daar een goed huis met werknemers, een gemeubileerd huis, een toilet en al. En een auto om in het bos te rijden om zijn mensen te gaan zien en enzovoort. Hij heeft een vergaderruimte daar, alles
geschonken door voorzitter Brunswijk. Mm-hmm. En dat is een prijzenswaardig ding. Man, en die hoofdkapitein heeft ook een ATV gehad. Maar die Gramma heeft een all-terrain vehikel. Een auto die overal gaat met rupsbanden, met een tractor. Het klimt berg, het gaat in water, overal. Begrijp je, in het bos kan hij rijden. En dat is een prijzenswaardig ding. Geen enkele politieke partij of persoon die zich uitgeeft als Tsingy Boy, heeft die Gramma zo een plaats gegeven. Dus in de kan, dat kan Tsingy Boy zeggen of je in je kapitein Gramma wang. Maar ook zo. Ja, iemand geeft zich uit als Tsingy Boy, maar die man is geen inheemse. Okay. Die persoon heeft die Gramma van alle inheemse in de steek gelaten. En dat is een zeer afkeurenswaardig ding. Kijk, mijn wederhelft is inheemse. Voel inheemse is mijn wederhelft. Dus dan begrijp je al de link. Wij zijn binnenlandbewoners. Ik ben half Okaas, half Saramakaas. En gehuwd met het inheemse. Dan moet je zich indenken hoe de familie van mijn vrouw zich voelt door het gedrag van Brunswijk naar die Gramma. Alle inheemse familieleden van mijn vrouw, die sluiten zich massaal aan. En die zijn overal in Suriname. Apura, massaal hebben ze zich aangesloten. Galibi, Bernardorp, Witsanti. Nu op dit moment is mijn vrouw in Redidotti. De familie sluit zich aan. Powaka, noem maar op. Overal sluiten ze de inheemse zich aan bij de ABOP. Ze zeggen, als ze aan Brunswijk doen dat, hè? Maar je bel voor, me sluit niet aan. Bel voor, maar je bent het voor Shena Uno en Hintse Ai. En dat doet bepaalde mensen pijn van paars. Hmm, heel mooi gedaan. Heel mooi gezegd ook, meneer Belfort. Ik dank u voor uw tijd en bijdrage. Ook bedankt de gelegenheid geboden. En ik zou zeggen, wees jullie voorzichtig in Nederland daar. En blijf kalm. Vooral niet angstig, blijf bidden en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht. Die jullie ook in Suriname? Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Succes daar. Oké, okay. En wees voorzichtig ook. Ja, oké. Okay. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.